Dank u wel, voorzitter. Mijn partij is een partij van tradities. Dus daarom wil ik mevrouw Kleinsma even feliciteren met haar maiden speech. Het is de goede gewoonte dat volgende sprekers dat altijd even doen. Ik vond het een leuk verhaal en we zullen kijken wat de toekomst brengt voor dit nieuwe en jonge en veelbelovende Kamerlid. Voorzitter, ik wil ook u even bedanken, want ik stond op de nominatie om vandaag op uw plek te zitten. Maar dankzij de heer Van Dijk sta ik nu hier en zit u daar. Voorzitter, het Nationaal Historisch Museum, daar is mijn partij altijd een groot voorstander van geweest. Kennis van vaderlandse geschiedenis kan wat ons betreft niet groot genoeg zijn. Dus de motie uit 2006, die hebben wij altijd enorm gesteund. We hebben dit dossier ook altijd met heel veel plezier gedaan. Collega Van Dijk had het al over een markant dossier. Dat kunnen we alleen maar beamen. De heer Van Ram stelde net voor dat dit ook een musical moet worden. Ik weet nog niet of hij al over een rolverdeling nadenkt. Wie moet meneer Plasterk spelen? Ik zelf opteer voor de rol van Boris van der Ham. Een titel heb ik ook al, Don't Cry For Me Arnhem. Maar in de tweede termijn zie ik graag de nadere uitwerking van collega Van der Ham tegemoet. Voorzitter, ja, dit is mijn tekst valt eigenlijk samen te vatten in zes letters. Dat zijn de letters jammer. Dat vind ik heel erg. Ik vind het heel jammer en vervelend dat het zo gaat. De Partij voor de Vrijheid had dit museum graag gezien. En dat blijft zo. Meneer Voordewind. Even aanslaan op de suggestie van de heer Bosma als het gaat om de nieuwe musical Don't Cry For Me Arnhem. Voorzitter, kan ik daarop concluderen dat de PVV-fractie eigenlijk ook wel bereid is om die koppeling met het geld en in de statuten alleen de locatie Arnhem te bepalen, dat de PVV-fractie die koppeling eigenlijk ook nu onterecht vindt. Meneer Bosma. Ik wil nog niet op de nadere uitwerking vooruitlopen, maar in de musical zal ik een dragende rol spelen. En het publiek zal pal staan van de consistentie van mijn standpunt. En mijn standpunt is namelijk altijd geweest dat ik geen mening heb over de locatie. Ik citeer daarbij altijd onze voormalige collega Bas van der Vlies, de regering regeert en de Kamer controleert. En mijn standpunt is altijd geweest dat de regering met een locatie moet komen en dat wij die zullen beoordelen. Het moet niet zo zijn dat wij Kamerleden met onze 150 tienertourkaarten heel Nederland gaan doorreizen om te zeggen, staatssecretaris, ik sta nu op een parkeerterrein, dit lijkt me een geweldige locatie. Ik heb in het verleden wel eens gezegd, na de eclatante verkiezingsoverwinning van mijn partij in Volendam, dat het wat mij betreft daar ook mag komen. Maar ik heb totaal geen mening over de locatie. Het gaat mij, mijn rol is heel simpel, namelijk ik beoordeel de kwaliteit van de besluitvorming van deze minister, in dit geval de staatssecretaris. Meneer Voordewind. Voorzitter, kan ik uit die woorden dan van de heer Bosma constateren of concluderen dat als ik met een motie kom om het artikel te schrappen uit de statuten wat bepaalt dat alleen Arnhem de vestigingsplaats kan zijn, dat de heer Bosma daar zijn naam onder zal zetten? Meneer Bosma. Zeker niet, want de minister heeft in de tijd gekozen voor Arnhem. Daar hoort een hele, de heer Van der Ham refereerde al aan, daar hoorde een hele procedure bij. Een bidboekverhaal bijna. Amsterdam deed mee, Den Haag, allerlei andere plaatsen. En dat is Arnhem geworden. En daarvan hebben wij als Kamer gezegd, nou prima. En als die hele procedure overnieuw zou moeten gaan, dan zou de hele procedure overnieuw zou moeten gaan. Maar daar heb ik op dit ogenblik even geen behoefte aan. Meneer Van Dijk. Voorzitter, die volgzaamheid van de PVV ben ik niet gewend over het algemeen. En daarom wil ik de heer Bosma vragen wat de waarde is van het woordje jammer. De regering heeft besloten om geen gebouw neer te willen zetten. Wil de PVV nog wel met de Kamer gaan kijken naar alternatieven, mogelijk op een later tijdstip? Meneer Bosma. Voorzitter, de volgzaamheid, daar zou de heer Van Dijk blij mee moeten zijn, want het is een volgzaamheid aan een motie van onder andere de heer Marijnissen. Dus zijn gramstorigheid begrijp ik niet helemaal. Ik zal straks, ik was nog niet heel ver gevorderd in mijn verhaal. Ik dacht dat ik een kleine 7 seconden op weg was. Maar ik kan u vertellen dat ik hoe dan ook voorstander blijf van het museum. Hopelijk tijdelijk is dit wat nu gebeurt. Het zou mooi zijn als het er komt op termijn, maar ik begrijp dat de staatssecretaris op dit ogenblik geen verhaal heeft. Als hij wellicht met allerlei bezuinigingsplannen komt en met allerlei draconische maatregelen moet komen en moet snijden in dingen, dat hij binnen 1 week van het begin van zijn ambtsperiode met een heel nieuw plan en een nieuw gebouw komt. Dus ik begrijp dat je daar dan in snijdt. Meneer Van Haan. 2 keer. Ja, een korte vervolgvraag dan. Een hele korte.
Dit was mijn eerste introductie net. Ik dacht dat het uw tweede was. Neemt u me niet kwalijk. Ik voel alsof het de 30ste is, voorzitter. Ja, met gevoelens hou ik nu even geen rekening. Dan gaan we even door nog. Nee, maar het punt is dat de motie Marijnissen overigens, waar u zelf aan refereert, die stelde nu juist klip en klaar voor om een museum te bouwen. En de regering zegt, die motie gaan we niet uitvoeren, want we gaan geen gebouw neerzetten. Dus het punt is, er zijn volgens mij vele initiatieven, u zult die brieven ook ontvangen hebben, van goedkopere alternatieven die mogelijk wel uitgevoerd kunnen worden. De regering zegt, we staan nog steeds achter het doel van het museum. Dus mocht er nou een aantrekkelijk initiatief mogelijk zijn in de komende tijd, dan stel ik hier vast dat de PVV actief wil meedenken voor zo'n mogelijk alternatief. Meneer Bosma. Nou, ik heb geen vraag gehoord, dus ik geef er ook geen antwoord op. Meneer Van der Ham. Ja, voorzitter, dit dossier hebben we inderdaad ook veel samen behandeld, de heer Bosma en ik. Er is ook een motie van Vroonhoven geweest. En daarin hebben we gezegd op een gegeven moment van jongens, als het in Arnhem komt, dan wel op die en die plek. Want dat was precies wat ze in dat bidboek hadden beloofd in de concurrentieslag met allerlei andere steden. En daarom mijn vraag ook in aanvulling op die van de ChristenUnie. Dan is het toch ook logisch dat op het moment dat daar een streep doorheen wordt gezet, onder andere ook, zeg ik er maar bij, in ieder geval dat geldt voor mijn fractie, dat Arnhem zijn beloftes niet kon waarmaken. En volgens mij heb ik u daar ook wel eens over horen spreken. Dat dan die locatiekeuze er minder toe doet. U zei zelf al, dat is mijn vraag, dat die plek niet zoveel uitmaakt. Laten we dan in ieder geval voor het proces voor de aankomende jaren die naam eruit schrappen. Meneer Bosma. Ja, er is nu net jarenlang geleden een uitgebreide procedure geweest, herinnert de heer Van der Ham zich, rondom die plek. We hebben naar bidboeken gekeken. We hebben tal van leuke excursies over parkeerterreinen en langs de Rijn gehad, waar we met z'n allen veel plezier aan terugdenken. En dit is er uitgerold. En om nu dan even op een regenachtige donderdagmiddag even te zeggen, we beginnen overnieuw, dat vind ik wel erg makkelijk. Maar het gaat mij nooit om de locatie. Ik heb geen enkele mening over de locatie. Het gaat mij om de kwaliteit van de besluitvorming. Dus als de minister zegt, nou ja, weet je wat, alles gaat weer open. Want Zuiderkerk is natuurlijk een tijdelijk iets. Maar stel de minister zou zeggen, we gaan toch weer kijken naar iets permanents. Maar het is locatie A. Ja, dan moet het hele feest weer overnieuw beginnen. Want meneer Van der Ham heeft gelijk. Het ging niet alleen om Arnhem, maar het ging ook om de locatie binnen Arnhem. Meneer Van Haan. Ja, voorzitter, dus kan ik concluderen dat de overweging van de staatssecretaris die nu, claimt voor de aankomende maanden om te komen tot een hele heroverweging rond de cultuur, dat u openstaat voor het feit dat dan uiteindelijk de Arnhem als locatie geschrapt zou kunnen worden. Meneer Bosma. Ja, ik zal het overal voor open, voorzitter. Laat daar geen twijfel over bestaan. Voorzitter, ja, nou, ik heb in de interrupties eigenlijk mijn hele tekst al een beetje afgewerkt. Ik heb nog 3 minuten te gaan, of 2,5 van nou, de 3. Nou, u rekt hem wel op. Ja, voorzitter, nogmaals, ik hoop. Ik begrijp dat de staatssecretaris deze beslissing heeft genomen. Op het moment dat er 200 miljoen aan bezuinigingen op hem afkomen, dan heeft hij als het ware geen verhaal als hij zegt, maar ik ga nu dit even doen en ik geef wel dit geld uit. Dit is een nog niet bestaand project, dus dat kan ik begrijpen. Vragen erover, een aantal daarvan is al gesteld. Zuiderkerk is tijdelijk. Wat is tijdelijk? Wat is de status hiervan? Ik begrijp dat het valt binnen de statuten omdat het tijdelijk is. Maar dat is natuurlijk wel een gekke constructie. Wat gaat er daarna gebeuren? Ziet hij verder nog de toekomst? Ziet hij een toekomst voor het Nationaal Historisch Museum? Zo niet nu, dan wel in de toekomst. Hoe staat hij tegenover de hele stortvloed aan lobbyactiviteiten die nu op ons afkomt? Huis voor de Democratie, Soestdijk, Op Meer, Groningen. Er is geen gemeente die zich niet bij ons meldt, geloof ik, met een leegstaand pakhuis. Hoe staat hij daar tegenover? Het benoem- en bouwkrantje Trouw schreef iets heel aardig. Dat zij al straks op elke bezuiniging zo creatief wordt gereageerd als nu door de 2 directeuren van het Nationaal Historisch Museum, dan staan ons nog mooie tijden te wachten. Daar staat ik op af, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, meneer Bos. Dank u wel, voorzitter. NHM The Musical zal weer tal van nieuwe bedrijven kennen, maar ik weet niet of de naam Don't Cry For Me Arnhem nou de beste is, want ik krijg een beetje het gevoel alsof het toch ook een soort Groundhog Day aan het worden is, waarbij we weer overnieuw aan het gaan zijn. We gaan nu ineens weer over locaties beginnen. Daar hadden we toch 4 jaar geleden al over en is toch al een knoop over doorgehakt. En nu
blijkt er überhaupt geen locatie te zijn. Dus om die oude bedrijven op te voeren lijkt me niet zo nuttig. Ik schrik ook weer van een bericht dat nu op telegraaf.nl staat, dat de leiding van het Openluchtmuseum klaagt over de samenwerking met het NHM. Nou, daar hebben we ook menige soapgedeelte over opgevoerd. Die hebben we juist als Kamer met de hoofden tegen elkaar geslagen en gezegd, nu moeten jullie samenwerken. Maar dat blijkt ook weer niet te gebeuren. En zo vervallen we in een loop. Voorzitter, nogmaals, jammer dat het zo moet lopen. Partij voor de Vrijheid is altijd voorstander geweest van het museum. Maar het is helaas zoals het gaat. En het is niet anders. Hopelijk in de toekomst wellicht nog eens een keer. Dank u wel, meneer.